Dat is een topper. Die... ja. Nou ja, het is niet mijn favoriete onderdeel. Nee. Ik krijg er niet superveel plezier uit als iemand gaat vertellen wat ik niet mag. Voor alle andere merken is vooral tv toch nog wel de grootste chunk van waar we op inzetten. Ja. Dan hebben we vaak YouTube eigenlijk als tegenhanger van tv om er wat jongere mensen daarmee te bereiken. Ja, ja, dat is een budgetkwestie. Ja, ja. Dat is prioriteitskwestie dus. Precies. Best wel vaak ga je het randje opzoeken op bepaalde dingen. Alcoholwetgeving doen we dat echt niet mee. Van harte welkom bij weer een nieuwe video op CVD-TV. En ben je aan het luisteren naar onze podcast, ook van harte welkom. Samen met de team 5PM, het YouTube-bureau voor uitgevers en merken, maak ik de interviewserie The Future of YouTube. Waarin ik praat met uitgevers en merken over hoe zij online video en YouTube inzetten. En eerder sprak ik al met Talpa, AWB, Akzo Nobel, Telegraaf. Maar nu, dames en heren, heb ik niemand minder dan het prachtige merk Heineken bij mij in de stoel. In de persoon van Bob van Iersel. Hij is social media en content manager bij Heineken. Van harte welkom, Bob. Dankjewel. Laten we eerst even, we hadden het net in het voorgesprekje al over, even de organisatie duiden. Jij zit bij Heineken Nederland, hè? Ja, klopt. Dus ik ben nu zelfs media manager bij Heineken Nederland. Dus we hebben net de teamstructuur wat anders ingedeeld weer. Ja. En wij doen dus alles eigenlijk voor de Nederlandse markt. Voor al onze merken. Dus dat zijn Heineken, Amstel, Brand, nou, Lagunitas, noem maar op. Ja. En in mijn rol ben ik verantwoordelijk voor alles wat er op media gebeurt. Waarbij we dat samen doen met de mediabureau en een deel zelf doen. Dus YouTube doen we veel zelf, social media doen we veel zelf. Content creatie doen we veel samen ook met creatieve bureaus. Ja. Maar wij vallen dus wel weer onder Heineken International. Bijvoorbeeld Heineken als merk doet veel ook vanuit international gezien natuurlijk. Omdat dat daar aangestuurd wordt. Ja. Dus dat is een beetje de dynamiek. Dus wij zijn wel verantwoordelijk voor alles wat er in Nederland gebeurt. Maar we schakelen wel veel met Heineken International ook. Die bijvoorbeeld voor Heineken op globaal niveau dan campagnes maken. Precies. Hoe groot is je team? Ik heb nu een totale mediateam van, even kijken, 3, 6, 8 mensen. Ja. Zegt het goed? 7 mensen. En dat is al een beetje een crossfunctie, sommigen ook met een CMI-team, dus met een meer een onderzoeksteam. Hm. Waarbij ik dus 2 mensen onder me heb die echt zelf media inkopen, webcare doen, dat soort spullen. Ja. En een collega van mij die doet eigenlijk dezelfde functie als ik heb, alleen dan voor een aantal merken. Dus we hebben de merken gesplitst, maar dan doen we wel alles voor alle merken. Oké. Okay. En met hoeveel bureaus? Want je zegt mediabureau, maar werken dan? Want we hebben 5PM natuurlijk die jullie mee werken. Zijn er meer? Want hoe doe je dat? Wat doe je zelf en wat besteed je uit? Wij besteden best wel veel uit. Even qua media, puur qua inkoop doen we best wel veel zelf. Dus social media kopen we zelf in, YouTube kopen we zelf in. SEA zijn we aan het inhouden, dus daar doen we best wel veel dingetjes zelf. Maar dat doen we wel samen met de mediabureaus in. Zij kopen tv in, zij kopen outdoor in, zij kopen display bijvoorbeeld nog in. En die, zij zijn ook verantwoordelijk voor de overall strategie. Daar kijken wij natuurlijk op mee en dat doen we samen met hen. Maar dat doen we echt vooral met ons mediabureau, met Denzu. Nou, we hebben op een gegeven moment met 5PM hebben we samengewerkt om echt ons YouTube-kanaal te updaten en te leren hoe dat. En je wijst naar buiten de camera, maar dat is twee collega's van 5PM. Ja, precies. Om mee te luisteren. Ja. Ja. Dat doen we met hen. En we hebben nog, dan kom je meer daarna in de creatieve schil terecht, zeg maar. Ja. Dus welke bureaus we mee werken om content te maken. En dat zijn er best wel veel. Dus dat ligt een beetje aan het merk ook. En of dat het een evenement is of niet. Ja. Dat zou zomaar zijn dat we dan, als ik even ga tellen, zo tot 10 bureaus kom die toch al om ons heen zweven. Waar we, waar we toffe dingen mee doen. Hoe ziet de kanalen mix er een beetje uit per merk? Dat scheelt een beetje aan. Als je bijvoorbeeld Desperados pakt als voorbeeld. Die heeft natuurlijk een wat jongere doelgroep. Dus we kijken altijd op basis van doelgroep en doelstellingen van een merk welke kanalen we inzetten. Ja. En Desperaal is eigenlijk de enige vreemde eend in de bijt, want daar zetten we vrijwel geen tv voor in. Eigenlijk voor alle andere merken is vooral tv toch nog wel de grootste chunk van waar we op inzetten. Ja. Dan hebben we vaak YouTube eigenlijk als tegenhanger van tv om er wat jongere mensen daarmee te bereiken. Ja. Met een bijna dezelfde contentstrategie. Social zit eigenlijk in alle plannen, dus Facebook, Instagram. En dat is vooral ons tweede contact. Dus daar willen we echt even mensen kort nog een keer mee bereiken. En dan ligt het een beetje aan de plannen, wat bijvoorbeeld met Snapchat, met Twitter, met TikTok. Dat soort partijen doen. Out of home. En toch TikTok, is dat iets voor jongeren? Wij mogen nog niks met TikTok, want... Oh, natuurlijk niet. Dat is nog steeds niet... met die age gate is dat natuurlijk nog steeds een dingetje. Ja. Zouden we wel willen, maar nu mag dat gewoon nog niet. Omdat we dat niet zeker kunnen weten dat iemand 18 is. Hoe ziet het portfolio eruit qua
Aan de ene kant heb je natuurlijk heb je advertising. Ik kan me voorstellen dat tv best wel veel advertising is. Of sponsored content. Maar ja, dat vind ik altijd een beetje soort passief advertising. En dat social, met name YouTube, misschien veel meer ook eigen content. Hoe kun je daar iets over vertellen? Nou, dat ligt ook weer een beetje aan welk merk en welk onderdeel je het over hebt. Dus als je het echt puur hebt over wat doen we om onze merken te bouwen. Dus neem een Heineken. Dan is tv wel de hoofdmoot. En dan maken we eigenlijk meestal wel dezelfde soort edit als tv en dan een YouTube-versie. Social is gewoon wat korter en dat wat snappier, maar dat past wel allemaal binnen hetzelfde idee, zeg maar. Allemaal eigenlijk campaign-achtig. Vooral advertising. Dus ja, wij zijn nog best wel afhankelijk van onze advertising-campagnes, echt om de merken te laten groeien. Vooral als je kijkt afgelopen tijd als er weinig evenementen zijn. Ja. Maar daarnaast heb je wel een stroom. Als je bijvoorbeeld Vrienden van Amstel neemt, dat is denk ik een mooi voorbeeld, waarbij we echt wel specifieke content maken voor dat evenement en ook niet voor advertising. Dat is eigenlijk waar onze YouTube-strategie heel groot geworden is. Voor ons intern dan tenminste. Daarbij maken we echt specifiek aparte content die langer mag zijn. Die wat leuker mag zijn, zeg maar. Die niet zo heel erg gebrand is. Ja, om veel meer te laten zien wat voor toffe evenementen we eigenlijk daar doen. En dat, dat meer te laten zien. Dus want, want het viel me wel op dat Amstel, dat Vrienden van Amstel Live ook alweer een tijdje geleden geüpdate was. Maar dat zal hoogstwaarschijnlijk te maken hebben dat er gewoon geen Vrienden van Amstel Live was. Nou, we hebben die livestream gehad, dus daar konden we wat dingetjes uithalen. Ja. Maar inderdaad, ja, zo'n evenement is voor ons makkelijker om daar content uit te halen dan een eendaagse livestream. Ja. Zoals je 20 dagen kan filmen of je kan één dag filmen, dat is natuurlijk net wat anders. Ja, we zitten er nog wel mee. Kijk, voor ons is nu dat YouTube-kanaal is best wel groot geworden. Als je kijkt hoe waar we vandaan kwamen, waar we nu staan. Vrienden van Amstel Live. Ja, Vrienden van Amstel heb ik dan over. Maar die, het is voor ons nog niet zo groot dat wij een jaar rond daar specifieke content voor kunnen maken. Dus eigenlijk alles wat we uit dat kanaal halen of uit die even shows halen, dat filmen we rondom die shows. En dat is best wel gericht op wat er daar gebeurt en wat er met artiesten en zo doen. Het is voor ons ook heel moeilijk om echt een dedicated YouTube show bijvoorbeeld te maken, waarbij je elke week een jaar lang iets kan posten. Waarom is dat moeilijk? Ja, dat is een budgetkwestie. Ja, dat is prioriteit kwestie dus. Precies, ja. Want hoe ziet jullie YouTube-strategie eruit? Want doe jij met Heineken Nederland? Want als ik ga YouTuben, googlen, dan kom ik Heineken-channel tegen. Ja. Met de meest vreselijke sentence al. Dat wil ik gewoon aan jou vragen. Hè? Dan ik kijk dan altijd een beetje op over. Dat vind ik Dat heb ik geleerd van de jongens van 5PM. Maar als je een beetje verzorgd YouTube-kanaal hebt, dan heb je nagedacht over je over. Precies. Hè? Je ziet al klojo's die er niks hebben staan. Maar jullie hebben er echt een vreselijke soort juridische tekst. Weet je? Our content is intended for people of legal drinking. Nou, blauw, je kent het wel. Deze vond ik helemaal mooi. Please don't post inappropriate comments, thoughts or suggestions. Nee, ik had er wat uit kunnen kiezen, zeg maar. Anyway, dat is natuurlijk gewoon politics en juridisch en het zal allemaal wel. Ja. Word jij er wel eens gek van? Dat jij daar, want jij bent een hele hippe jonge dude met gimp en alles, helemaal de blitz. En dan werk je bij zo'n politieke hut. Hoe lastig is dat? Nou ja, het is niet mijn favoriete onderdeel. Nee. Ik krijg er niet superveel plezier uit als iemand gaat vertellen wat ik niet mag. Ja. Dat iedereen het wel een beetje heeft. Maar dat zijn de regels. Ja, maar het is wel, kijk, het voordeel is wel, wij zitten gewoon met alcoholwetgeving. En die hebben we ook grotendeels zelf gemaakt om te mogen blijven adverteren. Ja. Dus ja, daarom wij zijn er best wel streng in. Zeg maar. Wij mogen er echt best wel vaak ga je het randje op zoeken op bepaalde dingen. Alcoholwetgeving doen we dat echt niet mee, omdat dat gewoon best wel serieus is als we dat verkeerd doen. Maar je mag superveel leuke dingen, mag je niet. Weet je, soms dan heb je een idee voor een post of een inhaak en denk ik, oké, dit zou echt fantastisch zijn. Ja. En dan komt er iemand op de hoek van, ja, dat mag niet, want actieve sporter, iets met, wat volgens de wetgeving niet mag. Ja, vaak zitten daar wel de leukste onderwerpen. Zitten heel vaak een beetje in die hoek. Dus ja, dat is niet top dat niet mag, maar ja, wat ik zeg, het is gewoon superbelangrijk om daar ons wel aan te houden. Ja. Hoe schets jij jullie online video-strategie? En als je dan even de merken erbij pakt, is dat één strategie of zijn het per merk-strategie? Hoe heb je dat gedaan? Nou, wat we nu merken eigenlijk, je zou een paid-strategie en een unpaid, earned-strategie kunnen hebben. Of meer een owned-kanalen-strategie. En eigenlijk het enige merk waarvan wij nu zeggen van, oké, daar hebben we interessante content die we kunnen delen. Of daar maken we interessante content voor. Die we niet als betaald zien, dat is Vrienden van Amstel. Dat is eigenlijk het enige wat we zeggen. Oké, daar hebben we gewoon echt een tof verhaal te vertellen. Waar ook van blijkt dat mensen dat tof vinden. Voor de andere merken is het best wel, nou, dan lijkt het niet best wel. Het is gewoon volledig paid. Ja, ja. En dan is het dat is gewoon echt advertising en dat is geen dit is advertising. Want even voor duidelijkheid, daar had ik het net over. Die Heineken, zeg maar, als je zoekt op Heineken, dan kom je op het International Channel terecht, denk ik. Valt dat onder jouw hoede of helemaal niet? Nee, dus we hebben twee kanalen. Eentje voor Heineken International. Dat valt niet onder mijn hoede. En eentje voor Heineken Nederland specifiek. En daar ben ik dan uiteindelijk wel verantwoordelijk voor. Had ik die moeten vinden toen ik zocht? Ik denk dat die niet super goed vindbaar is. Want dat zijn, nou, wat we daar opzetten zijn onze commercials. Dat is natuurlijk
een heel klein deel van Nederland dat nou eens even gaat zoeken wat voor commercial wij gemaakt hebben. Ja. Ja, je hebt natuurlijk altijd een paar toppers die leuk zijn, maar ja, je gaat veel eerder zoeken op een aflevering van een show die je tof vindt. Maar hoe zetten jullie met het merk Heineken Nederland dan YouTube in als advertiser echt? Dus jullie zitten gewoon pre-rolls, dus eigenlijk is jullie kanaal... Ons kanaal is vooral heel, heel belangrijk, want daar kunnen wij vanuit adverteren. Maar voor een consument wat die ziet, kan ik me echt wel voorstellen dat het niet super is. Dus wij uploaden gewoon onze commercials, daar kunnen bumpers zijn, wat langere edits. Maar dat is gewoon, en vanuit daar adverteren we dan die video's. En her en der gebruik ik het ook om bijvoorbeeld... een persvideo ergens te kunnen laten staan... dat wij dat in een persbericht mee kunnen sturen. En als je nou morgen het budget zou krijgen... wat zou je dan met Heineken willen doen? Zeg maar, als je je eigen contentstrategie zou mogen uitrollen... Dat zou heel tof zijn. Dan zou ik eerder het budget naar Desperados gooien... omdat ik denk dat we daar veel meer impact kunnen maken. Het is natuurlijk een wat jonger merk. Ook wat wel een beetje op het randje zit waar we veel mee kunnen. Ja, daar kun je super toffe dingen doen. Want we zitten best wel op het hele partygevoel. Ja. Nou, volgens mij is dat nog best wel iets waar je als merk een hele normale, logische fit kan vinden. En waarom doen jullie dat dan niet? Wie verdeelt die budgetten dan? Nou, daar ben ik dus nu ook achter de schermen mee bezig. Ja. Maar goed, als je zo'n show wil maken, dan moet je het denk ik goed doen. Dus dan moet je een jaar lang zeggen, oké, ga week na week na week ga ik content maken. Ja, dan heb je het gewoon over een budget wat er nu... Als je kijkt hoe ik dat nu zou moeten verdelen, dan kom ik er niet meer weg om alles uit P te halen... en dan in een YouTube-strategie voor Desperados te gieten. Omdat P toch ook gewoon te veel oplevert? Op dit moment voor ons wel. Voor Desperados dan. Kijk, voor we zien wel bij dus de Vrienden van Amstel... wat voor ons nu belangrijk is, qua kanaal... zien we dat het echt wel mooie dingen laat zien. Daar zitten we nu op, ik zat net te kijken... tot nu toe 800.000 uur kijktijd. Mm-hmm. Ja, als ik dat betaald moet gaan inzetten... Ja, en dan zou ik zomaar 1,5 ton kwijt zijn. Wat is je strategie met Vrienden van Amstel, zeg maar, voor de komende tijd? Want wat ik zei, want ik heb even gekeken, was het een paar weken of een paar maanden alweer... dat er een nieuwe video op was gezet. Kijk, wat ik idealiter zou doen, is zo lang mogelijk voor en na het evenement... video's blijven posten. Dus het idealiter willen we... We weten dat we tijdens die show zelf, dus dat is in januari... krijgen we super veel aandacht. Daar hoef ik niet zoveel meer extra voor te genereren. En dan ziet iedereen ons toch wel. Wij proberen altijd zo lang mogelijk daarvoor en daarna nog dingen te kunnen posten. Zodat we die periode dat we eigenlijk hierover kunnen praten wat langer kunnen maken. Mm-hmm. Dat we wat langer met consumenten hierover hebben. Zodat we uiteindelijk op Amstel merk, want dat is voor ons belangrijk. Dat het daar wat meer impact op maakt. Zodat het wat meer echt op ons merk gaat bouwen buiten januari om. Je hebt natuurlijk de on-demand platform, de Netflix, de platformen. Je hebt natuurlijk klassieke televisie, wat nog steeds een waanzinnig bereik. Je hebt online, je hebt YouTube. Ja. Hoe ontwikkelt zich dat? Nou, wat wij nu heel erg merken is, wij zien veel veranderingen op. Ik zie eigenlijk het meeste veranderen in digital, in hoe we daarnaar kijken. Ja. En dat komt voornamelijk dat social voor ons een hele grote chunk altijd is van wat we willen doen. Ja. Dat heb ik vooral op Facebook, Instagram. We waren altijd best wel afhankelijk van wat langere video's, omdat we toch al vaak vinden dat we heel veel te vertellen hebben. Ja, daar heb ik meer adverteerders last van. Precies. Ja. Wij vinden altijd dat we heel veel relevante dingen hebben. Consumenten denken daar misschien vaak wat anders over. Ja. Maar je ziet dus heel erg dat we social echt weer teruggaan naar wat kortere content. En dan heb ik het eigenlijk over onder de 3 seconden, 3 tot 6 seconden idealiter. Ja, het is best wel moeilijk om daar een verhaal te vertellen. Dus dat merk je nu wel dat we daar aan het zoeken zijn. Nou, hoe doen we dat? En dat we juist een YouTube en andere online videokanalen inzetten... om die wat langere content in te zetten. En dat is eigenlijk vaak ook de onderlaag op tv. Dus voor de mensen die wat minder tv kijken. En daar merk je wel, daar zit veel verschil in. Maar dan merk je ook bij bijvoorbeeld Facebook is heel erg bezig met... oké, hoe kan ik wel weer mensen lang naar video's laten kijken? Dus we zijn over de afgelopen jaren zie je wel dat we meer YouTube in zijn gaan zetten. Juist denk ik ook door die verschuiving. Ja. Wat voor ons wel meespeelt ook weer door dat wij een alcoholmerk zijn... dat we niet alles op YouTube kunnen. Maar zeker YouTube is voor ons wel echt belangrijker geworden over de jaren heen. Maar we zitten nu een beetje tegen de max wat we ongeveer in kunnen zetten binnen alle restricties die we hebben. Heeft Desperados een eigen kanaal? Ja, maar dat is nog super peet afhankelijk wel. Ja. Ik denk het volgende kanaal waar we echt wel iets mee zouden kunnen, maar dat is echt puur afhankelijk van of het Heinekenhuis weer doorgaat echt op locatie. Daar moet ik ook wel echt iets tofs te vertellen. Met die huldigingen. En dat is wel content die vrij uniek is waar we iets mee kunnen. Omdat we ook het idee hebben dat we daar als eerste weer echt waardevolle content kunnen maken. Die wat toffer is dan de dingen die we echt voor peet maken. Hoe bepalen jullie het succes van YouTube? Wij zijn heel erg gewend om vanuit bereik eigenlijk te denken. Dus mensen een bepaald aantal meer keer per week bereiken. En dat doen ze altijd op basis van je doelgroep. Dus we kijken eigenlijk altijd naar, oké,
ik heb een bepaalde bereiksdoelstelling. Dus ik wil bijvoorbeeld 10% van mijn doelgroep anderhalve keer bereiken per week. Dus dat is een soort van je reach-doelstelling. En dan qua kwalitatieve metrics kijken naar cost per completed view, uitkijkrate, dat soort dingen. Mm-hmm. Als je het over paid hebt, zeg maar. En als je wat meer naar YouTube gaat kijken, daar hebben we best wel een slag in moeten maken. Want daar zaten we ook heel erg te kijken naar bereik en hoe zit dat al. Maar we zitten nu veel meer op van, okay, we geloven erin dat dat bereik waardevoller is. Dus we accepteren wel een wat lager bereik. Maar we gaan gewoon meer kijken, okay, hoeveel uur kijken mensen naar onze content? Ja, en hoe positief zijn ze ermee? Ja. Dus ja. Je ziet wel een split in hoe kijken we nou naar bijvoorbeeld een YouTube als we het organisch inzetten en als we het paid inzetten. Ja. Maar het blijft daarmee wel best lastig om een waarde te hangen aan. Okay, hoeveel is dat dan waard? Dat een kanaal wat heel veel bekeken wordt ten opzichte van een advertentie die je... Ja, het is makkelijk om het te doen zoals het was, zeg maar. Ja, dus daar zijn we nu al mee bezig. Van okay, hoe kunnen we dat nou een waardeoordeel geven? En hoe kun je nu bepalen, bijvoorbeeld wat jij in het begin zegt, van okay, waarom gooi je het budget niet daarheen? Ja. Ja, dat zou ik wel willen. Maar dan moet ik op een gegeven moment wel een soort berekening kunnen maken van, ja, dit is het voor ons waard. Dus we rekenen nu wel eens terug, bijvoorbeeld, okay, die kijktijd. Als ik dat in zou moeten kopen, als ik zeg maar al die uren zou hebben, wat kost het me om iemand dat naar mijn advertenties te laten kijken? Ja, terwijl ze daar spontaan gewild naar zitten te kijken. Ja, dus je moet daar een factor overheen leggen, maar we zijn nog nooit echt tot een goede gekomen. Wat doe je met Team 5PM? Wat doen zij voor je? Ze hebben ons in het begin vooral heel veel geholpen met okay, hoe moet je nou het kanaal updaten? Want we kwamen echt van een kanaal wat lag er niet super mooi bij. Er werden gewoon video's weer erop gezet en nou, die tekst die jij net opnoemde, die zal daar ook vastgestaan hebben. Ja. Dus zij hebben ons echt in het begin heel erg uitgelegd van okay, hoe werkt dit nou? Weet je, wat werkt binnen YouTube? Hoe moet je je kanaal updaten? Dus ze hebben ons heel erg geholpen met die eerste stappen. Van okay, waar moet je op letten? En die hele update hebben ze met ons gedaan. Dus we hebben overal thumbnails voor gezet, afspeellijsten gemaakt, de juiste beschrijvingen. Weet je, al klinkt zo simpel, hè? Klinkt super simpel, maar je moet het je wel even uitleggen. Ja. En ze hebben ons ook heel erg geholpen met okay, wat voor content ga je nu maken? Want we kwamen heel erg van paid. Nou, dan wil je al zo kort mogelijk. Ja, ze hebben ons wel geleerd van okay, wat wil je nu in content laten zien, wat werkt. Ja. Dus echt een adviesrol hebben ze bij ons wel gehad. En ook wel veel uitvoerend werk in het begin. En dat is nu ook een beetje waar we nu met ze samenwerken. Dus als we daar weer een groot project gaan hebben, dan zouden we bij 5PM aankloppen van hey, kunnen jullie eens meedenken op strategisch vlak van wat is wel slim, wat niet. Ja. Waar moeten we op in gaan zetten en hoe moeten we dat gaan doen. Ja. Je moet de HR nog even inlichten trouwens, want werken bij Heineken Nederland, dat is ook nog een kanaal. Ja, dat is een topper. Dus weinig wervend, zeg maar, met 42 abonnees, geloof ik. Dus die zijn wel 42 hele trouwe abonnees, hoor. Dat is al jaren werken bij jullie. Precies. Ja, ze komen er niet in. Mag ik je danken voor je insights? Ja, zeker. Leuk om hier te zijn. En dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Als je naar de podcast hebt geluisterd en namens Team 5PM, dankjewel voor het kijken. En kijk hierna over een paar seconden naar twee andere video's uit deze serie, The Future of YouTube. Hoi!